Bij Autoservice Sint-Hubert kunt u terecht voor het onderhoud of een APK-keuring van uw auto. Ook voor in- en verkoop van alle merken auto's. Het Raadhuisplein in Boksmeer is vandaag omgetoverd tot een verkeersplein. Dik Jette. Ja. Hoe is dit idee zo ontstaan? Ja, daar zijn we wel een beetje mede schuldig aan vanuit ons bedrijf. We hebben ingehaakt op een initiatief van Shell en Veilig Verkeer Nederland om in te schrijven voor het mobiele verkeersplein. En dat is wat zich hier ontvouwen heeft op het Raadhuisplein in Boksmeer voor het gemeentehuis. In samenwerking met de basisscholen in Boksmeer hebben we hier vandaag een fantastisch evenement om kinderen inzicht bij te brengen in verkeersveiligheid en verkeersinzicht. Welke leerlingen mogen deelnemen vandaag? Vandaag en morgen, het is 2 dagen lang, leerlingen van groepen 4, 5 en 6. Dat zijn ook de leerlingen die het meest openstaan voor leren in het verkeer en inzichten. En er gebeurt van alles hier. Er wordt vanuit een vrachtwagen zelfs bekeken, vanuit de zitpositie van een vrachtwagenchauffeur, wat dode hoeken zijn voor een vrachtwagen, zodat het kind een besef heeft, als ik achter een vrachtwagen zit, dan ziet die chauffeur mij niet. Maar ook voorrang geven, verkeersbord leren, manieren leren in het verkeer. Dat komt allemaal aan bod. U zei het zelf net al. Is dit ook de echte belangrijkste doelgroep, de kinderen, om eigenlijk deel te gaan nemen aan het verkeer en de verkeersregels te leren kennen? Nou, dat is van ons allemaal natuurlijk, om verkeersregels. En wij volwassenen kunnen waarschijnlijk een heleboel leren van wat de kinderen hier vandaag opdoen. Tenminste, dat hopen wij. Dat is ons doel wat we hier hebben. Maar op welke leeftijd kan er inderdaad mee begonnen worden? Weet je, ik ben zelf ook vader van 2 jonge kinderen. Als je ze 's morgens naar school brengt, en dat is ook de inspiratie om dit ook op te pakken, dan ben je bezorgd als vader. Gaat het goed? Je leert je kinderen inzicht bij te brengen, uit te kijken, te luisteren, te zien, mee te doen in het verkeer. En dit plein draagt daar een hele sterke mate toe bij. En de kinderen zijn reuze enthousiast, pikken het geweldig op. Want op welke manier wordt er met de leeftijd rekening gehouden vandaag? Nou, er wordt vanuit de begeleiding, die mag ik zeggen erg professioneel te werk gaat, maar ook vanuit de hele belevingswereld van kinderen ingehaakt op verkeer en verkeersdeelname. En natuurlijk de hele setting, je ziet ook wel, het is een hele kindvriendelijke omgeving wat zich hier ontvouwen heeft. Wordt dit jaarlijks vervolgd? Nou, ik heb een uitnodiging van Veilig Verkeer Nederland om ook volgend jaar weer Boksmeer aan te doen. Ik zei nou, we gaan eerst eens kijken of het goed aanslaat. Maar ik mag wel zeggen, vanaf de allereerste groep vanochtend om 9 uur was meteen zo'n succes. De gezichten van die kinderen, maar ook wat ze oppakken in korte tijd al. Dat geeft ons voldoende inspiratie als Shell Jette Boksmeer om dit volgend jaar opnieuw op te pakken voor Boksmeer.